It is time for some action. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn er weer met de Audiologic TBS AirBuds. Dit is de Gold Edition die ik dan tegenkom bij de Action. En ze zijn dan ook wel vernieuwd. Ja, ze hebben wat nieuwe functies, niet schrikbarend. Maar ik wilde ze toch eigenlijk gaan proberen. Ze zijn nog steeds dezelfde prijs. Dit zijn echt goedkopere oordopjes. Ja, je moet er wel even bij vertellen is dat die goedkope oordopjes kunnen wel wat kleine dingetjes, probleempjes hebben. Ik heb wel eens problemen gehad met het verbinden met de oordopjes. Las ik ook heel veel terug op de YouTube channel comments. Maar ja goed, dat zijn dingen die je kan verwachten met een oordopje van een paar euro's. De vorige video was heel goed ontvangen en daarom maak ik deze nogmaals, maar eigenlijk dan met de nieuwe versie. En ik moet je zeggen, van, ik was in instantie wel te spreken over de kwaliteit van waar je voor betaalt. Hey, alle waarde naar zijn geld. Hey. Maar wat je eigenlijk gaat krijgen is dan gewoon een soort Apple iPod clone. Dat is dan wel even verschillend. Kijk, je hebt wel eens oordopjes die lijken op die van Samsung. Deze lijkt niet meer van Apple, vind ik zelf. Natuurlijk een klein beetje aangepast. Maar de vraag blijft, hoe zit die nou? Zit die dan ook echt lekker als die Apple? Of is het gewoon een verschrikkelijk iets? Even een kort overzichtje van de specificaties. Bluetooth versie 5.0. Nou ja, voor de rest wat nog meer bijzonder. Charging dock input 5 volt 310 mAh DC. Dat geeft dan aan wat ongeveer de adapter moet zijn. Als je bij XN1 koopt van 1 of 2 ampère, dan is dat gewoon prima. Kortom, ben ik dat goed? Nee. Even een kort overzichtje van de specificaties. Deze heeft Bluetooth versie 5.0. Charging na 1.2 uur en hij kan zelfs meer dan, ja, zo, ja of meer, plus minus 80 uur waar staan. Bereik van 10 meter, zo'n beetje het standaard verhaal. En operation frequency, alles staat er een beetje bij. Maar wat het belangrijkste is, ik ga hem openknippen, want ik mis wat informatie wat ik belangrijk vind. Ja, airphone input 5 volt, 50, nee, dat wil ik niet weten. Ik wil weten van meer informatie. We gaan hem eens even openknippen, maar voordat we dat gaan doen, wat we eerst eventjes gaan doen, is even een thumbnailtje maken. Ja, we kunnen hem deze kant doen, we kunnen hem deze kant doen. Zie ik zo meteen wel welke kant ik ga gebruiken. Ja, zo doen we dat gewoon, hè. We gaan hem weer even openknippen. Zo'n verschrikkelijke blisterverpakking. Ja, daar word ik echt gewoon niet blij van. Plastic, hè. We hebben... God, overal hebben ze liggen. Plastic, je komt het overal tegen. Zooi. We hebben nog meer plastic. Ja, ze hadden hem hier in principe vastgeplakt. Dat is waarschijnlijk met zo'n machine wordt dat aan elkaar ik denk dat met warmte wordt dat aan elkaar vastgemaakt. Ja, maar goed dat ik van tevoren een thumbnail heb gemaakt. Want ik heb nu de verpakking al helemaal naar de verdommenis geholpen. Ja, voor de rest qua informatie staat er niet veel meer op. Oplaadtijd. Het rare vind ik eigenlijk van, ja, wel een mooie uitleg. Maar de specificatie staat niet in hoe lang we nou kunnen luisteren en et cetera. Ja, wel de oplaadtijd, standby tijd, maar niet van hoe lang we kunnen luisteren met een bepaalde hoeveelheid volume. Nou ja, dit is gewoon een standaard handleiding met uitleg hoe je alles moet doen. Ik laat je ook even zien hoe je moet koppelen. In ieder geval de Gold Edition. Ja, hij komt met een mooi goud doosje. Je hebt ook verschillende kleuren hoor. Je hebt geloof ik blauw, rood, wit, zwart. Je hebt alle soorten. Maar ik vond het wel mooi. Beetje bling bling. Voor de rest, het is wel een lekker stevig doosje. Hij is lekker klein. En dat vind ik wel heel fijn. Ik zou een voorbeeld geven met de QSS die ik al eens heb gereviewd. Kijk, dan zie je gewoon dat het echt een bakbeest is. Dus dat op zich is die wel lekker klein. En wat ik ook wel denk, hij kan ook goed tegen een stootje. Nou heb ik dit wel een matje liggen. Dus dat is natuurlijk wel wat. Maar ik durf hem bij spreken ook nog wel hier op de vloer te gooien. Want er gebeurt niet zoveel meer mee. Tegenover die van andere merken die ik al eens heb gereviewd. Er zet dan zo'n heel flabberdowski klepje op. En die breekt dan ook gelijk af. Ja, klikt ook lekker dicht. En dan gaan we het even uithalen. We krijgen ook weer, zoals altijd, een kansloos micro-USB kabeltje. Plastic. Maar laten we eens eventjes erin doen. Dus eventjes kijken hoe dit werkt. Zoom, met een magneetje. En die valt er ook niet zomaar uit, zie je wel. Dus ja, het is echt een hele sterke magneet. Dus jij trekt hem ook echt naar binnen. Maar laten we hem eens eventjes laden. En laten we eens even gaan luisteren. En wat gaan we nou eigenlijk krijgen? Zo, laten we eens even gaan koppelen. Het eerste wat je moet doen is uit de oplaadstation halen. Want anders doet hij het niet. Nou, dit lampje knippert er hier al. Ik weet niet of je het kan zien. Dat is een beetje moeilijk zien, maar er gaat in ieder geval een lampje knipperen. Dan gaan we hem even aanzetten met de telefoon. En dan gaan we even koppelen. Hij staat zo te zien nog gekoppeld met een andere. Dus die gaan we eventjes koppeling ongedaan maken.
dat ik zeker weet dat hij nou de goede pakt. We gaan scannen. Die geeft hij hem al aan, de AL. Dat is heel raar, daar geeft hij niet echt een specifiek merk op, maar gewoon een algemeen nummer. Nou, dat is hem. Hij is gekoppeld. Dus ik ben klaar om te testen. Maar goed, om te beginnen, hoe werken ze met de knop? Nou, ik vind het naadje, dat heeft meerdere redenen. Om te beginnen, dit knopje zit gewoon helemaal verkeerd. Als je namelijk in je oren zit, kijk, is het fijn dat hij hier op zijn zit. Al moet ik wel zeggen dat je altijd, alle tijden die dop in je oor zit te frotten. Want deze knop is gewoon heel straf. En dat vind ik echt vervelend. Daarnaast, de functie op zich werkt wel prima. Het is gewoon de standaard van één keer indrukken, gaat hij pauze, nog een andere keer indrukken, gaat hij weer verder. Je kan je volume ermee regelen van de dopjes zelf, dus niet van je telefoon. Dat staat in principe gescheiden van elkaar. Daarnaast, door in te drukken, kan je ook gewoon nummertjes wisselen. Dat werkt allemaal wel, maar ik vind het niet fijn. Ik had liever gezien dat ze voor een paar euro meer gewoon een touch sensor erin hadden gedaan. Dat had echt een hele grote verbetering geweest. Maar wat vind ik er nu eigenlijk van? Nou, ik moet je zeggen, op bepaalde punten heb ik een hekel aan deze dopjes, maar aan de andere kant vind ik ze toch best wel fijn. En ik zal je uitleggen waarom. Wat vind ik er, we beginnen gewoon lekker met positieve, wat vind ik er wel fijn aan? Nou, om te beginnen, kijk, het doosje op zichzelf is vrij stevig. Ik weet niet of dat mensen de vorige versie hebben gekocht. Ze zeggen, laat een berichtje achter als je dit hebt. Wat vond jij van dit doosje? Ik heb er een paar keer gewoon mee gegooid, gewoon buiten de kamer om. Ik heb een hekel om te gooien met die dingen. Maar ja, iemand moet het toch testen. En ik merkte dat hij ook dicht bleef. En daarnaast, ja, ik vind het gewoon heel fijn. Het is gewoon, hij breekt niet makkelijk af. En wat ik wel eens bij andere varianten heb gezien van dezelfde prijsklasse, die klap open of vervolgens breken gewoon op, ga ik de eerste keer af. En dat vind ik toch wel belangrijk, dat je dopjes er goed in blijven zitten. Daarnaast gaan ze er ook heel goed in, wat ik al eerder liet zien. Wicked, brain fart, verkeerde kant. Als je, ja, hier moet je... Ah, zo. Maar de magneten werken dan ook heel goed. Stel, al zou dit ding eraf klappen of openklappen, je hoeft niet bang zijn dat ze eruit vallen. Dus dat op zich vind ik het echt gewoon een super doosje. Maar wat vinden we er nu eigenlijk van? Nou, om te beginnen, wat me opviel is dat ze lijken natuurlijk een beetje op die van Apple in bepaalde opzichten. En ik vind het lange gedeelte er niet echt heel vervelend. Als je kijkt naar dit vakje hier, dit uitsparingje, wat me opviel is dat deze verveelt normaal gesproken altijd in mijn oor. En ook je voelt het gewoon dat het helemaal niet vervelend is. En ik heb er gewoon geen last van. Dat op zich zitten ze dan wel lekker. Alleen, er is één ding. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar dit soort oordopjes, ze zijn wat korter, sommige zijn gewoon rond, die vallen lekker in je oor. En vooral dit, dat siliconen kapje wat erop zit, dat vind ik heel fijn. Sommige krijg je zelfs meerdere kapjes bij, dus dan kan je het gewoon zelf heel passend maken of krijgen voor je oren. En deze dingen zitten er altijd wel fijn in, maar bij mij vallen ze er altijd wat makkelijker uit. Laat me weten wat jij hiervan vond. Nou goed, in ieder geval, dit is mijn review. En het geluid op zichzelf is dan zeker ook niet verkeerd. Mooi uitgebalanceerd, zit ook best wel wat bas in. Ja jongens, en voor het geld kan je ook gewoon niet klagen. Laat me weten, heb jij de oude of de nieuwe? Wat vind jij er nou van? Want ik vind jouw mening heel belangrijk. En, zou het leuk vinden als je lid wordt van het kanaal? Vergeet zeker niet te abonneren en druk op het belletje. Want dan zie ik jou weer de volgende keer. Ik ga ze trouwens even in doen hier zo. Zo. En ik ga even muziek luisteren.